ter ondersteuning van onder andere de ICT-afdelingen van het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de ambassadeur van China, Li Quan, apparatuur geschonken aan het ministerie. Minister Ildis Polakbigli nam het geschenk persoonlijk in ontvangst op het hoofdkantoor. Minister, het ministerie heeft daarnet een donatie gehad van de Volksrepubliek China. Kunt u ons meer daarover vertellen? Ja, dat is inderdaad zo dat wij dus met het samenwerken altijd nagaan hoe we het ministerie beter kunnen equiperen. En in dit geval hebben wij met het gebeuren tegen de achtergrond van iedereen ICT ready maken en toegankelijkheid bieden om het werk vlotter te doen laten gaan of gebeuren, hebben wij met de Volksrepubliek China gekeken naar gebieden waarbij zij ons kunnen assisteren. En dus de donatie komt in dat kader, eigenlijk technische ondersteuning in dat kader. Zo hebben we ook het vorig jaar mensen laten trainen. Dan praat ik niet gewoon over mensen, maar diplomaten in de Volksrepubliek China. Er zijn voor andere ministeries, waaronder Defensie, LVV, OWTC, zijn er ook heel gerichte trainingen. En eigenlijk is het een continu proces. We kijken continu naar processen, maar ook equipment om het ministerie te verstevigen. En ons werk veel beter en makkelijker te kunnen doen. En om exact te zijn, wat heeft het ministerie precies ontvangen van China en waar zal het ingezet voor worden? Wat we hebben ontvangen vandaag zijn 10 desktops. We hebben eerder ontvangen 5 laptops, we hebben 2 grote scanners en ik denk 1 of 2 printers. Wat we doen een algehele scan op het ministerie en dan zorgen we ervoor dat niet alleen de geopolitieke afdeling versterkt wordt, maar ook de administratieve diensten of de afdelingen die rechtstreeks onder de minister vallen of het Suriname Diplomateninstituut. Ik heb het overzicht niet uit het hoofd bij me. De administratieve directeur die kent het beter dan ik. En hij gaat dan voorstellen doen hoe we de equipment kunnen inzetten. Dat is dus in grote lijnen hoe we dat doen. We hebben de aankondiging van de ambassadeur gehoord over equipment, ook geschonken door de vertegenwoordiger van de CPCC, die hier was in april van dit jaar. En wij hopen dat materiaal te krijgen rond de eerste week van september. Dan gaan wij ook daar kijken hoe we, in dat geval zijn het airco's onder andere. En we dienen ze te delen met de DNA. Ook weer wat computers, wat scanners. En die gaan we dus kijken hoe in te zetten om ook weer het ministerie beter te equiperen. En wij kijken als bestaan niet alleen naar bussen, we kijken ook naar hoe kunnen we andere ministeries die daar behoefte aan hebben. Of als ze bij ons aankloppen met partners. We hebben bij de UNDP, hebben we met Canada bijvoorbeeld ook een hele intensieve relatie waarbij we niet alleen equipment, maar ook training krijgen voor de mensen. Our exchanges and cooperation are widespread at different levels and achieving a lot. So I would like to take this opportunity to thank the government of Suriname and especially the Ministry of Foreign Affairs Minister. So for your support, I believe this relationship will moving forward to a high level. And I think that's all I said. I would like to just express our thanks. This is a token, just a token of our friendship, and we'll continue to cooperate with the Institute of Training of Foreign Affairs, and we have some other projects to continue to implement, and I believe that this kind of exchanges will benefit both sides.